Dank u wel. Frank Baks, sportarts en hoogleraar klinische sportgeneeskunde aan het UMC in Utrecht. Gaan we naar Zweden toe. Al 34 jaar is het een groot mysterie daar. De moord op de sociaal-democratische premier Olof Palme. Maar daar komt morgen wellicht een einde aan als de Zweedse hoofdaanklager Christer Petersen met nieuwe ontwikkelingen komt in de zaak. We praten erover door met schrijver en journalist Mark Pennarts, die jaren in Zweden woonde en hij is auteur van het boek 10 redenen waarom Zweden de moord op Olof Palme niet oplost. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die 10 redenen heeft u dus al geschreven. Fris ons nog eventjes op. Olof Palme, wat gebeurde er? Nu, op 28 februari 1986 ging hij met zijn vrouw een avondje naar de bioscoop. Toen ze daarvan terugkeerden, zijn ze op 300 meter van die bioscoop zijn ze door een man belaagd die Palme heeft doodgeschoten. Zijn vrouw raakte lichtjes gewond. En die man is in het donker verdwenen en heeft twee kogels achtergelaten. En dat waren ongeveer alle sporen. Daar kwam het ongeveer op neer. Dat was het echt? Voor de rest is het één groot mysterie? Dat kan je wel zeggen. Laat ik het zo zeggen. Daarna is er natuurlijk heel veel onderzoek geweest. Maar daar is ook van alles bij misgelopen. En in het begin werd er eventjes gedacht dat de Koerdische PKK het had gedaan. Er is in 1988 is er een man zelfs voor de rechter gebracht die door Lisbeth Palme was herkend als de moordenaar. Maar die is in hoger beroep vrijgesproken omdat er verder geen bewijzen eigenlijk waren. En dat heeft daarna eigenlijk, vooral vanaf de jaren 90 is er vooral echt een wildgroei aan samenzweringstheorieën geweest. Er zijn parlementaire enquêtes geweest, heel veel speculaties. Maar laat ik het zo zeggen, officieel weten we nog niet eens zo heel erg veel meer dan op 28 februari 1986. Nee, tot morgen misschien, hè? Tot morgenochtend ergens, hè? Dan, Daar gaan we vanuit, ja. Daar mag je wel vanuit gaan. Heeft u enig idee wat er morgen bekend wordt gemaakt? Laat ik het zo zeggen. Het is zo dat de openbare aanklager, Christer Petersen, die heeft aangekondigd dat hij ofwel het onderzoek zal stilleggen, omdat vermoedelijk dan, gaat men vanuit, de dader dood is. Ofwel zou er een proces worden gestart tegen iemand. Nu, dat laatste verwacht niemand, want dan zou er al lang iemand zijn opgepakt. Dus waarschijnlijk zal er morgen tijdens die persconferentie worden bekendgemaakt dat er nieuw bewijsmateriaal is, maar dat leidt naar een dader die namen aanneemt intussen zelf is gestorven. En ja, waar ik eigenlijk van uitga, maar wat ook gisteren al min of meer een beetje is uitgelekt, is dat in ieder geval het moordwapen boven water is gekomen. En dat kan toch wel, als men dat kan koppelen aan een persoon, dan zijn we natuurlijk wel heel dicht bij de dader, kan je wel zeggen. Ja, dat van het moordwapen, dat klinkt u wat zeker in de oren. Dat van die dader, daar houdt u ook nog een slag onder arm om, of? Nu, laat ik het zo zeggen, dat moordwapen, het is gisteren eigenlijk uitgelekt. Het is iemand van de Sociaal-Democratische Partij in Zweden die dat heeft gezegd. Justitie zou inmiddels de regering namelijk hebben ingelicht over de stand van zaken. En die persoon die heeft vervolgens tegen een Zweedse krant heeft die verteld van nou, ze hebben het moordwapen. Wat zou het, dus daar gaan we even vanuit. Wat zou het betekenen voor Zweden als morgen inderdaad deze mededeling wordt gedaan? Nu, laat ik het zo zeggen, het is wat ik al zei, omdat het zo lang heeft geduurd voordat er echt schot in de zaak kwam, is het zo dat er enorm veel mensen allerlei samenzweringstheorieën zijn gaan aanhangen. Ik denk dat veel van die mensen niet gauw tevreden zullen zijn met een uitleg. Ik denk aan de andere kant dat wanneer Petersen een heel solide verhaal heeft en ook heel serieus iemand kan aanwijzen, dat er dan toch wel ook wel een aantal mensen het idee hebben van nu goed, we geloven erin, de zaak zal opgelost zijn. Ja. Hoe zijn ze eigenlijk achter dat moordwapen gekomen, weet u dat? Dat weet ik niet. Het ligt er ook maar net aan van wie het is. Het is alleen wel zo dat ik wel een zeker vermoeden heb. Men heeft destijds
na de moord heeft men op basis van de kogels kunnen nagaan wat voor soort revolver er gebruikt is. En men heeft toen ook alle destijds legaal in Stockholm aanwezige revolvers van dat type getest. Er bleek er alleen één te zijn, die is nooit getest. En die behoorde toe aan een man die ook vrij kort na de moord ook letterlijk is ondergedoken. Men heeft die man eigenlijk pas een aantal jaren later gevonden. En die beweerde toen dat hij dat wapen illegaal had verkocht. Die persoon is zeer lang eigenlijk verdacht geweest. Hij heeft in 2008 heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus in die zin, het is een eventuele dodendader. En ik hou er een beetje rekening mee dat men dat wapen nu op een of andere manier heeft teruggevonden. Ja, en dan is het best lang stilgebleven eigenlijk. Want een aantal feiten, of in elk geval een aantal, nou ja, wat informatie was dus al eerder bekend. Nu, het is zo dat Christel Peterson heeft 2 jaar geleden al eens in een interview verteld dat hij zeer hoopvol was. Dat hij ervan uitging dat de zaak heel snel zou worden opgelost. Nu, dat was destijds toch een redelijk verrassend, omdat er al die jaren leek het onderzoek eigenlijk een beetje stil te liggen. En vervolgens heeft het toch nog wel 2 jaar geduurd. En ik kan me wel een reden bedenken waarom het toch nog even heeft geduurd. Aan de ene kant moet hij een verhaal hebben wat juridisch echt waterdicht is. Je kunt natuurlijk niet zomaar iemand, ook nog eens een keer iemand die dood is, beschuldigen van een moord. Dus dat moet goed onderbouwd worden. Dat kost natuurlijk tijd. Aan de andere kant is het zo dat destijds die ene man die al eerder is veroordeeld en naderhand werd vrijgesproken, die is destijds is hij door veroordeeld op basis van herkenning door Lisbeth Palmer, de vrouw van Olof Palmer. Mm-hmm. En zij heeft altijd volgehouden dat die man de dader was. Als men nu een andere dader presenteert, zou Lisbeth Palmer kunnen zeggen van, nou nee, dat is niet, dat klopt niet, en dan kun je nog niemand overtuigen waarschijnlijk. Alleen is Lisbeth Palmer 1,5 jaar geleden overleden. Dus die blokkade is eigenlijk weggenomen nu. Denkt u tot slot dat er voor uzelf ook een streep onder komt morgen? Ja, ik ga ervan uit. Kijk, die Christel Peterson is een openbare aanklager die een zeer goede reputatie heeft in Zweden. Hij heeft al heel wat zeer ingewikkelde zaken daar opgelost. Onder meer ook de moord op Anna Lindh, een minister zo'n jaar of 17 geleden. Hmm. En ik ga ervan uit dat hij niet over één nacht ijs gaat. Dus u rekent op betrouwbare informatie die in ieder geval hout snijdt? Ik denk dat ze wel moeten. Ja, Mark Pennard, dank u wel voor uw toelichting en we gaan het horen morgen. Dan is dit Ilse de Lange met Changes. I'm afraid of-